Schieten jongen, bam, zo uit de vuurbal! Hey, Heiko hier en vandaag gaan we deze gaming headset reviewen. Nou, het belangrijkste wat je moet weten is dat dit een 7.1 is, surround sound. En daarbij is natuurlijk een gaming headset is dat vrij belangrijk voor sommigen niet. Nou, aan het eind van deze review ga jij weten of je deze moet aanschaffen of een andere variant die ik aan het einde ga benoemen. Oké, nou, ten eerste zal je afvragen waarom moet je überhaupt de HyperCloud 2 aanschaffen? Nou, het is dus een gaming headset. Het allerbelangrijkste van deze gaming headset zijn natuurlijk uiteindelijk het geluid wat eruit komt, de drivers en de bouwkwaliteit. Dat is ook iets wat ik zelf belangrijk vind, want ik laat dat ding regelmatig vallen. En ik denk dat dat voor velen een herkenbaar iets is. Als je achter de PC zit, je wil koffie halen of je wil wat anders pakken, je zit nog vast en dat ding flikt er op de grond. En daarnaast die stuk, de varianten zoals Logitech, ja, die zijn daar veel gevoeliger voor. Online, wat ik de reviews die ik heb gelezen, is dat dit ding letterlijk gebouwd is als een tank. Nou, daar ben ik eigenlijk niet helemaal mee eens. En dat zal ik je zo even gaan uitleggen. Zullen we even wat close-up shots doen? Want er zitten namelijk een paar belangrijke punten die zijn daadwerkelijk van staal. Die zijn heel sterk, maar waar die vast zit, ja, dat is wat minder sterk. Maar dat ga ik je zo even goed uitleggen. Voor de rest zit er een externe geluidskaart bij. Een mic, wat heel belangrijk is natuurlijk als je online gaat gamen, wil je op Discord gewoon kunnen praten met je vrienden en dat het gewoon helder en goed geluid is. Erg belangrijk. En er zit natuurlijk heel handig ook op de externe, ik weet niet of je dat goed kan zien, maar dat zal je straks even in de Zoom zien. Externe geluidskaart zit natuurlijk ook je bediening en een mute knopje, wat handig is als je vriendin binnenkomt lopen. Oké, nou dan gaan we nu zo verder met de in-depth review. Yes! Doorlopen! Nou, ik heb net al een aantal belangrijke features benoemd. Natuurlijk is deze, ja, ik denk dat de meeste gamers die kijken nu, zullen hem voor PC halen. Maar goed, hij is natuurlijk ook voor PlayStation of Xbox. Ik weet niet wie er nog op Xbox zit, maar dat is even leuk om in de comments te droppen, als je daar nog in zit. En voor de rest, wat belangrijk is, als we hem gaan uitpakken, dit is natuurlijk de doos die je krijgt. Prima zo. Het is best lastig uit met een hand uitschuiven. Nou, hier zit hij dan vervolgens in. Ik heb natuurlijk alle plakketjes al losgehaald, want ik heb er al mee lopen gamen. Nou, dit is een beetje hoe je de doos krijgt. Dit is de losse mic. Het is voor de rest heel makkelijk buigzaam. En ze hebben een, als je dit kent, dit is gewoon een anti-ruis dopje wat erop zit. Het fijne is aan zo'n anti-ruis. Is dat de meeste mensen die bij gamen die blazen zeg maar heel veel, omdat ze het spannend vinden en zo. Maar dan dat dempt dit dopje, geluidsdopje iets meer. Alleen het is zo, als je een baard hebt of zo en hij gaat er langs, dan ja, dat kan wel storend zijn voor je andere gamers. Maar goed, daar komen we later nog op. Nou, dit is hem dan als je hem eruit haalt. Origineel zitten hier de leren dopjes, zijn het niet echt leer. Maar dit zijn natuurlijk de stoffen varianten. Ik heb de stofvariant erop gedaan, omdat je dan daadwerkelijk nog iets kan horen van je buitenomgeving als je aan het gamen bent. Als je leren hebt, de leren dopjes erop zet, de kapjes, dan hoor je eigenlijk bijna niks meer. Dan sluit hij letterlijk alles af. Er zit trouwens geen noise cancelling of zo, maar hij dempt gewoon heel erg goed het geluid. Voor de rest gaat dus de externe mic. Gaat hier gewoon erin, die druk je erin en dit is eigenlijk alles en dan zit hier gewoon goed. Waar ik er net over had, je kan hier zeg maar het mee afstellen. Voor de rest kan je het natuurlijk gewoon opdoen. Wat anders is als met de Logitech, is dat de Logitech heeft een soort skiband hierboven zitten. En daardoor hangt die wat meer op je hoofd. Als je het vergelijkt met deze. Deze Hyper, die drukt wat meer aan de zijkant, op hier zeg maar, zo zie je ook, die heeft hier wat meer druk. En als je misschien ja, een ander vorm hoofd hebt, zoals ik heb een beetje rond hoofd, dan kan er misschien nog wat meer druk zijn, maar ik moet zeggen, ik voel het helemaal niet. En ik heb ook niet hier van die vervelende drukpunten, dat hebben sommige headsets ook, maar dat heb ik bij deze helemaal niet. Maar goed, dat kan voor iedereen anders, iedereen natuurlijk een ander hoofd. Maar voor mij is het gewoon echt prima.
En voor de rest is het belangrijk, hè, hoe zacht het is. Want op een gegeven moment na lange sessies wil je natuurlijk altijd dat het lekker op je hoofd zit. Nou, dit is echt mooi zacht. En dat gaat totaal niet drukken. En hier aan de zijkant is ook zacht genoeg in ieder geval. Voor de rest zitten er best wel goede drivers in. Het geluid is gewoon sterk. Alleen ik moet wel zeggen, in verhouding met de Logitech, die ook rond de prijs zit van 70 à 80 euro, heeft de Logitech meer bas. Deze is beter echt, naar mijn mening, voor het gamen, want je hoort gewoon heel goed waar ja, de personen zitten, de voetstappen links, rechts of achter. En dat komt dus met name door die 7.1. Het is trouwens niet essentieel om hem aan te zetten. Je kan gewoon dit knopje indrukken, dan wordt die blauw en dan heb je 7.1 geluid. Maar het is gewoon wel een heel stuk beter geluid dan de meeste 7.1 headsets creëren. Daar is deze Hyper wel echt uniek in. Hier aan de zijkant zit een heel eenvoudig knopje om even te muten. Dat is super ideaal als je even naar de wc moet of even wat gaat drinken of eten of whatever. Of als er iemand even langskomt, dan kan je hem even muten. En daarbij zit er een handig clipje. Waarin dus, ik zet hem daarmee gewoon vast op het bureau. Maar je kan hem ook gewoon zelf ergens aan je ding klippen of waarver je dat wil. Zo heb je eigenlijk altijd je controls binnen handbereik. Dat is ideaal. Nou, wat nog belangrijk is bij zo'n headset is natuurlijk hoe goed is de kabel. Nou, dit is een mooie, lange, zoals je ziet, een enorm lange kabel. Dus die is lang genoeg en hij is stofgevoerd. Dus hij is stevig genoeg. Gaat niet kapot, maar je ziet, ik heb echt zat kabel tijdens het gamen. Dus dat is ideaal. Je zou niet zo, zeg maar, achter je PC of PlayStation of whatever zitten. Dus daar voor de Xbox en zo. En voor je platform. Is die, voor de consoles is die ook prima. En dit is gewoon een lekkere stevige kabel. Dus die buigt ook lekker mee. Dus dat is goede kwaliteit. Belangrijk. Eigenlijk dan nog het laatste stukje is waar ik het over had. Dat je op internet zegt dat die, over alle reviews waar ik lees, is dat die gebouwd is als tank. Dit is inderdaad echt super stevig. Alleen hij zit natuurlijk hier vast met twee van die schroefjes. Als die headset natuurlijk valt en hij valt hierop, op zo'n vasthoudstuk of zo'n montagestukje, ja, dan is die gewoon wel stuk. Dit is natuurlijk enorm stevig. Hij is natuurlijk bij mij ook een paar keer al zo gevallen of zo. Ja, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Maar mocht hij op dit stukje vallen, ja, dan denk ik wel dat hij helaas kapot is. Voor de rest, ja, ik heb er nu ongeveer wel een week al Battlefield en dat soort games mee lopen doen. En het is echt een top headset qua geluid. En ik denk dat je voor, mijn conclusie is dat je voor die 70, 80 euro heb je echt een hele goede headset aan. Die je enorm lang meegaat. Alle andere reviews die je krijgt, die zeggen ook mensen van ja, het is het beste headset tot nu toe. Dat weet ik niet. Maar het is wel gewoon een hele goede headset voor rond de 80 euro. Kan je gewoon geen verkeerde koop aan doen. Nou, ik heb net al even laten zien dat je dus deze in-click mic, of hoe je dat ook wil noemen, die krijg je erbij. Voor de rest zit natuurlijk hier dit is de externe geluidskabel voor de kaart voor de 7.1 geluid van Kingston. Ik ga goed mee. Op zich, wat zit er nog bij in de doos voor de extra's? Nou, behalve dit stukje plastic wat niet interessant is, krijg je deze mooie meeneemzak. Ik zou niet weten waarom je een headset meeneemzak krijgt, maar ik weet niet, je kan het helaas niet voelen, maar hij voelt echt, het is een beetje zoals dat bubbelpapier, weet je wel, echt een heel apart gevoel, maar volgens mij is het gewoon goede kwaliteit, dus in principe als je een headset zak wil, kan je die gebruiken. Dit zijn de kapjes waar ik het net over had, ja, ik noem het leer, is natuurlijk niet echt leer, maar ja, dit zijn die, eigenlijk als je deze erop doet, dan sluit het echt de hele omgeving af, daar krijg je er natuurlijk twee van. Punt van aandacht is wel, bij Logitech en andere hebben ze klittenband of heb je een druksysteem, wat ik persoonlijk wel beter vind. Ik weet niet waarom ze bij de HyperX, bij de Cloud hebben gekozen voor zo'n richelsysteem. Want deze schuif je eigenlijk, als je het kan zien, deze schuif je, ga je zo in een randje eroverheen schuiven. Nou, je kan begrijpen, als je dit randje erin hebt geschoven, dat die onderaan weer losschiet. Dus ik ben best wel even aan het priegelen om dit te vervangen. Terwijl als je een druksysteem hebt of een klittenbandsysteem,
dan gaat dat veel sneller. Ik moet wel zeggen, de klittenband die ik gehad heb van Logitech, ja, als je die een jaartje hebt of 2 jaar, gaat dat gewoon zeg maar een beetje verschuiven. Want het klittenband houdt niet zo goed vast meer. Dus dat is eigenlijk ook niet ideaal. Maar goed, ik vond het een beetje gepriegel om deze dingen erop te doen. Maar goed, als ze eenmaal zitten, dan hou je ze niet meer eraf, denk ik. Maar goed, leuk dat dit er nog extra bij zit. En voor de rest heb je, ja, je hebt gewoon wat warranties, standaard dingen. En een starter guide. Nou, dat is niet echt nodig. Oh ja, mocht je het willen, kan je natuurlijk ook nog op je telefoon aansluiten. Het is gewoon een standaard 3 mm jack. Je kan hem direct doen vanuit zo, zonder de geluidskaart, kan je hem erop doen. Want anders krijg je natuurlijk de USB-einde. Die gaan natuurlijk in je platform, in je console of in je PC. En zo kan je hem zeg maar gewoon aan je mobiel doen. Ik zou niet weten waarom je met zo'n gaming headset op een mobiel. Maar goed, je hebt tegenwoordig ook Call of Duty op mobiel die super goed werkt. Dus misschien wil je dan extra high-end uitgedekt zijn om meer kills te scoren. Het zou kunnen. Dat is een beetje wat in de doos zit. Dus de basisdingen. En wat ik al zeg, ik ga binnenkort deze kapjes weer erop zetten. Die vind ik persoonlijk beter. Maar ik wilde gewoon graag voor jullie even de stoffenkappen getest hebben. Te kijken wat voor kwaliteit dat was. Ze zijn lekker zacht en ze werken prima. En je hoort iets meer van de omgeving. Maar ik vind het wel fijn tijdens de game om echt afgesloten te zijn. En voor de rest, gewoon een prima headset. Wat ik nog vergeten te zeggen ben, is dat je bij deze mic en bij deze HyperX heb je trouwens extra mic reduction. En daardoor, dat betekent eigenlijk dat je dus een nog heldere stem hebt in Discord of Skype, Teamspeak, whatever. Dus dan zorgt dat je stem aan de andere kant nog menselijker, slash minder zonder extra ruimtegeluiden erbij komt en overkomt. Dus eigenlijk heb je gewoon een nog heldere stem op je Teamspeak of Discord. Dat is eigenlijk best wel een fijne functie die ook bij deze headset in zit gebouwd. Hey, ben je nou enthousiast geworden van deze HyperX gaming headset? Klik dan even op het linkje hieronder, dan kom je direct bij de productpagina. En voor de rest, game on en zie je in de volgende. Hoi hoi!